Ja, Leu, wie zit er weer klaar voor? Uh, ik zit eens een keer neergekomen, maar nu ik vind de verandering eens een keer heers. Dus dan, uh, wie moet daar aan liggen? Ik heb neel spulvuurbereiders. Leu. Ik hoop dat je de een wasket hebt en dan een stoel bij hebt. Of dat je heel hard kunt lopen, want kom de half uur, zie je van mij. Ik heb het namelijk weer een podcast. Je geloof het niet, maar het is elke woord. En ditmaal hebben we zo'n fijn voornaam over spraakverandering. Hier heb je hebt als leuk klang van leuk en geen versoenlijk plat meer. Of van vroeg, dat van vroeger was totaal as als dat van nu. En, en van nu is het niet waar. En als je dan vroeg van wat is er dan als? Nou, dat kan ik zo geen antwoord geven. Dat als je ding is, ja, ze kent geen oude worm meer. Of uh, uh, ze weet niet wat het uh, is of dat is. En uh, dan denk ik van. Uh, maar wat heb je zelf aan het doen om die wormen te bewaren? Nou? Maar goed. sprong verandert tover dan. Dus daar weet ik vandaag over hem. Sprank verandering. Uh, Sprank verandert tover dan. Dat is ook goed. Maar als het niet wat verandert, dan steekt stille en raakt het vergeten. Sprank verandering, de holly, niks aan. Uh, Spraakverandering heeft altijd de doel. Op alle wereld zit altijd aan uh, verandering uh, Jonge Jongeleu die onderscheidt zich van de oren met nieuwe hippe woorden. Uh, die als ze zelf verzint of als ze heurt van leuwoedse ding opkikt, Of gewoon, he, woorden is zo'n uh, Ze weet ook alles klinkt trouwens. Zich afzetten. zich onderscheiden van anderen. Uh, en dat is gewoon altijd soort west. Dus daar doe je niks aan. Mijn eigen moo bijvoorbeeld, de vundaristische eh, bijvoorbeeld, in ter hermsel. Leuk. He, Ze zei dus op zijn hollands ter hermsel. Oeh, wat deftig. Uh, maar goed, uh, dat was dus een kleine verandering. Want dit ter hermsel, dat, dat, dat zeg je niet. Duurt een klank net iets anders toe te spreken, of een woord te gebroken, zeg maar, dan heb je een verandering. En duurt te verwijzen naar nieuwe technologie, he, en de oude technologie en de bijhorende woorden te vergeten. Verskoft die sprake steeds iets uh, op. De kruis steeds iets anders in. De on, dit nog groot plat, kunnen. die komt op de route tiet en die jonge leu, deze, en die is standaard. Tot hij zelf weer jong kringt, deed ook weer net iets anders het. En die lessen, oh, die je dan echt geen groot plat meer. Hoe kan dat toch? Nou, deels is dat een natuurlijk verloop. Ik zal zeggen, lust het maar zijn een uh, Hollands nieuws artikel van 40 jaar weerum en nu. Uh, het zit maar hele kleine verschillen. Iedere keer, ieder jaar, ieder, iedere generatie, iedere geslacht. En we enge, kleine andere dingen, maar toch al met al groeit zo die sprake verdaan. Uh, hier in Riesen-Vernemina bijvoorbeeld, met het soort kenmerkende OA, dat OA dat, het dat het er achterin gaat. Hij werkt met een orge horken in de gouden van de Markelse korken, zeg maar. Dat is een heel typisch Russisch klank. Uh, hoor je uh, Is het slimmer dat een klank achter je Nee, maar die is er ooit ook in een kum. En elk van die is al heel lang geleden. Uh, het enigste wat vast te is dat niks vast te uh, En er is zelfs een spraakwet, Dit aangeeft dat klinkers, dus vocaal voor onze Duitse uh, Oude, längere tijd alle kaarten op kunnen veranderen. Dus daarmee is er een verschil tussen het Riesische niet, het Etische niet, het Hollandse niet, het Vreesk net en het Engelse not. Hey, klank, het woord, woord bleef wel ongeveer hetzelfde, maar een klank verandert tovenaar iets. Uh, nog een voorbeeld is dat zelfs uh, met klinkers, dus de consonanten en hey, dan gaan verloren. verlopen. Ne p kan ne P worden en later weer een f. Denk maar aan het woord Pesca, al door van de P nee V maakt, kreeuw Vesca. En als nee, dat met bent fantasie uw aanzoet spreekt, dan kreeg Viske. Dus zo hangt die spraken allemaal samen, en die spraakjes zijn allemaal ontstaan doordat ze allemaal net even iets naar de andere kanten op veranderd zijn. Maar nou hoor ik hoe hoor ik denk? Moet ik in het Riesistan de Oa van nou? Nou, dat is een groot mysterie. Uh, ze doet nooit als en lik iets van de lessen 130 jaar uh, We hadden een riesen uh, een uh, meester van Wierwan en uh, dat was naar allereerst een risen een schrijver. Daar van 1818 18, tot 1882, zoiets. Um, en maar schreef zelf, bijvoorbeeld mekaar en arm en warm en op, een market, op het markt nou op zijn eters zo nozing en mangs ook mokoa. Uh, er is één verhaal zelfs, uh, Vincent's Vrierijen en Trouwerijen, uh, uit 1879, uh, waarin hij uh, het, op de ene plaats de zeggen nog mekaar, en op de andere zeggen mekaar, en dan weer mekaar Dus uh, in die tijd beginnen daarna duur mekaar te lopen. En ja, hij wist ook niet wat de menam was. En, om te, te weten, in die tijd uh, gebruikte hij zelfs nog meisje du. Dus du en du ,um zast en... Al die dingen. Dus ongeveer in die tijd moet er raad achter hij de cum. op alle mogelijke stijls ligt dus een oor hypercorrectie te wij. Nou, wat is dan hypercorrectie? Hypercorrectie is aan uh, een bepaalde spraakregel te wiet duidrieu. Uh, Jurie in Discontrain nog wel eens jonge leu die af en toe plaat probeert en dan zegt ze. Dingen als later, terwijl dat volgens Riesens standaard geen regel plat is. Dat moet later Wij. Maar zij denkt, als wat in het Nederlands een A heeft, dus later, moet in het plaat een o, Dus later. Maar dat is niet zo. En deze gedachte, dat is nog hypercorrectie. Dus hij uh, een, een regel uh, te veel toepast. Nou, en zoals misschien in dat Riesens van vroeger ook wel een geval. dat de jongen van 130 jaar teruggedachten, het is hoa en kloa, en dan moet ook en kwarken weer. Misschien heeft die oom van 150 jaar terug wel gezegd: kan je de jong toch raar? Maar die oom die wil vergeten, en de jong wust niet meer alsof het is roa. En als ze nog niemand hoort zingen, wa dan zegt ze: Het is geen Een van de grootste veroorzakers van spraakverandering is spraakcontact. Het meerdere leu met verschillende spraken te horen komt en mekaar weer begrijpen, dat is ook heel belangrijk denk ik, dan doen ze vaker beide waterbin wie. Dus uh, als je weet dat een hoe begrip, dan moet uh, je zorgen dat een ander ook kan verstaan, toch? Dus dan pas je je klankpakket hier iets aan. He, bijvoorbeeld, is er is een OA, dan geeft er aan dus dan zeggen wie niet, maar waar ik werk of vark of, 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 of zo. Nou, en ook natuurlijk een Bilderissen zou, die het heel stoer zingt van, oh nee, ik pas er mee niks aan. Nou, dan je niet een hele mooie nekel. Um, um, je Het was vaker, uh, at leu, ja, at Iwan Severhuis, dat ze zingen van, hé, hey, oh ik neem het zo, al, raken zet je met die leukuilen. Nou, precies. Dat dus. Uh, ik verneem dat zelf ook. En omdat ik zo vaak contact heb met die muggen van de andere kanten van Paul. Uh, ik gebruik vaak doe, dat vind ik gewoon mooi. En dat is, dat is nog eens Ulde Westrisus. En dan het heel veel oudere riezers zeggen, dat is geen Risis. Maar dan zeg ik, nou juist maar, maar, dat is gewoon ouder als wat hij kent. Want Risis gaan heel vroeger, dus vuur wat hij vroeger vindt, ook nog doe. Maar je ook vuur dat maar één partij de sproken aanpast. En vaker is dat als die partij ondergeschikt is. Bijvoorbeeld bij slaanhandel. In de tijd van de slaan drie zo, In de tijd van de slaan drie had uh, je opzichters en slaan, En nou, die won natuurlijk zo min mogelijk met elkaar keien, uh, Want, he, ja, dat snap je natuurlijk wel. Maar mangs ontkomen ze er niet aan. En een opzichters en kreeuwen waken korte commando's. En die slaan die versteunde er natuurlijk geen klap van. Uh, maar die spreken vaker maar één of meerdere van de Afrikaanse sprong. Maar daar hebben ze verdacht. Uh, maar met handen en benen uh, kregen ze daar uiteindelijk wel hoe de het. Wat uh, den bleek een rare bek bedoelen. Dus ze leren het waarbij begrip. En als daar kregen ze wel met de zwepen. Dus uh, korte commando's. Uh, en het komt nog bij dat die opzichters vaker ook men dat die slaan dom man. Ze kunnen er dus met als of kleine wichten waren. En tegelijkertijd verbeuzen ze de slaan waarin enige sprake te kunnen. Uh, want daar waren ze zelf te vuur om die te begripen. Dus die slaan die mochten niet hun ene Afrikaanse spraak meer gebruiken. Uh, want daar waren ze ook nog eens bang voor dat die slaan als onderling een opstart zon doen. En daar kwam ook nog wel eens vuur. Uh, nou ja, en in zulke korte uitwisselingen op de, op de plantages en zo, uh, door uh, een totaal nieuwe, maar hele simpele mengspraak. Uh, en er was enkel vuitwaring, dus niet voor hoogdraaiende filosofie of politiek. De haal maar één doel en dat was zorgen dat Leu zo gauw mogelijk begrepen dat ze worstelden moeten. Um, maar de islam die, die kreeg ook Wichter, He, dat is ook alweer zo'n woord van het in Rissen, de bedoeling Heine gaan is veranderd. als in Wuerbe naar Dan daar staat er nog gewoon kinder in. Um, maar ook uh, door is de betekenis iets veranderd en dan zijn ze in Rissen echt echte is hij wichter zegt zijn kinderen. Maar hij kwarmen geloon dan zijn ze vroeger beide. Um, maar goed, die kinderen uh, van die slaan, die leren op haar enkel maar die mengspraken. Dus die wisten verder nog het van. En wat nou, waardoor wichter? Die gewoon met spraken spelen. Nou, en zo groeien die mengspraken uit tot het volwaardige systeem. He, ze bouwen steeds iets bij aan, werpen net iets als uh, verdreed of. Ja, en zo, hij voor, bijvoorbeeld in Jamaica, hij patois. En uh, wat voor ons iets misschien bekender is, in Suriname, hij sranantongo. Daar zit een beeld Engels in, Nederlands, Portugees, Spaans, nu maar op. alles scupt samen. Eigenlijk alle koloniale zeermachten, die zitten er in. Alle woorden komt door vandaan. Maar, nou, hij die woorden, maar die onderlinge structuur. Hoe uh, ze die, die woordjes op bouwen uh, die is op verschillende Afrikaanse spraken terug te brengen. Want ook die slang versteunt me kwam vaker niet. Omdat, ja, nee, ik nee, uh, was voor de haal door Sierra Leone en naanden was Stelm en onvoort uit Cameroen. Nou, en daar dat zit maar een van hier tot Spanje tussen. Dus. Maar goed, woed op dadelijk weet er aan de macht is dan heeft hij een heel dikke vinger in waar een spraak Een voorbeeld daarvan is in 1066, een heel bekend voorbeeld, bij Engeland in een noem door de Normandiërs uit Frankrijk. Die deden de adel, de, dus de Engelse adel, allemaal een kop af, maar dan kan je het lastig, en uh, die zetten allemaal Franse adel op hun Maar die konden geen Engelse Maar het gewone volk moest er wel naar nou lusten. Dus zo zitten dus heel wat Franse woorden in het Engels terecht te komen. Maar goed, he, maar die Engelsen konden we geen Frans. Dus wat creëer je dan? Die passen die Franse uh, tongval, passen ze aan, naar een tongval. En zo kreeg je dus later die nieuwe Engelse oepsproken. En dat hele verband van uh, Old Saxische woorden met Franse woorden. En dat is nooit engels waar nog kent. Een ander voorbeeld. aan het einde van de middeleeuwen, hij uh, de graafschap bijten en hij huurde nog bitweeten. En ja, dat was een regel van het oude sticht in Utrecht. Uh, dat het plat van de graafschap, nog altijd hollandse geklinkt als andere soorten Westfals. Uh, en ook uh, hartweeten meer met Meuster op als met Amsterdam. Meuster was zeg maar het Parijs van Van Vandaarat, er in het Riesens, het Viens en Eters nog oudliefsel zit. Van mustense dréklang. Bijvoorbeeld weten, of vogel en beter. Of better. Kijk, in Riesen zeggen we geen wetten, vogel en better, zoals in de rest van het weten, Maar wie zingt weten, vogel en beter? En dat leste, dat beter, dat is dan weer een verbastering van beter. Wat weer een verbastering is van beter. Wat weer een verbastering is van beter zo, 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 ja, zo verhaal dat die spraken steeds iets naar de andere kant op. Uh, maar ook ja, de media doet er natuurlijk ook heel wat aan. Lange tijd was Hilversum het ergste geluid wat Leur in Nederland toeschreef. En daarmee laat de Leur echter voor de lippenslim Noord-Hollands hang van Hilversum. En ook het plat, wat eigenlijk een totaal andere spraak is, heftig of wat Lange is ons op de scholen leert dat het plat een verbasterd Hollands was. Dus moest ons plat zo Hollands mogelijk worden. Honderden Johan was er nauwelijks een grens aan te wezen tussen wat nu Nederland en Duitsland is. Leuhan al die tijd uitwisseling, henne heen en weer trouwen. Uh, ja, dus die, de dialecten van hen trekken dus allemaal ongeveer met elkaar op. Zoals. Uh, ja, ze dus bleven ongeveer gelijk. Dus. Uh, zelfs uh, op zo'n lokaal niveau als Riesen. Uh, Kun je nog de geschiedenis vernemen dat dat invloed even had op de sprake? Uh, op een doel komt natuurlijk de Reformatie op gang, he, de, de, van de protestanten en de Römsken. Uh, en dat zorgde naar dat er een direct verschil ontsteunt tussen de protestanten en de Römsken-riesenders. Er waren helemaal niet zoveel Riesenders, maar toch wonen ze in hun sprakenlout, nu hun moesten hun. Die lessen, die Römsken, ging, die, die gingen veel meer om met, met oorstwijzelen omdat die ook ruims waren. En tegelijkertijd kan je ze weinig met de protestanten. Dat, dat komt ook aan jullie. Dus die groeien zelfs iets uit elkaar. He, je hebt die Riesen, je hebt wat eens die Riesen die je kunt nog horen of leu uit Oost of uit West Riesen komt. Uh, het is mij wel zo bevallen dat sommige Riesen he gung en dat ze aan de andere kant he gung. Het zit maar kleine verschillen. maar toch geeft dat weer informatie. En dat is natuurlijk mag dat mooi inderdaad dat Oetterpleuzen. Maar uh, wie gaat over dan? Uh, we hadden natuurlijk ook nog in de geschiedenis een Tweede Wereldoorlog. Dat heeft wat uh, te doen gemaakt. Uh, leu nederland die won daarna heel lang niks meer met Duitsland te maken hebben. En de grenzen die zaten natuurlijk ook een dichter. dus je kon er niet heen. En ze kon niet bij ons komen. Ja, en de, de televisie en de radio hebben die jou aan opgehaald. Uh, maar ja, dat we centrale regels van het Holland hadden. Dus uh, het Hollandse keien kreeg veel meer invloed ook in Oost-Nederland. Want oh, daar kregen ze ook wat televisie en radio. Um, en de Duitsers, ja, van hun die hadden weinig met Nederland te maken. Die waren drukker met zichzelf. Um, duwen vergaat het grote gros van de leu dat we in het deel gesproken de hadden. Zo dus voor ons Plattuits mang zwart Uldewets aan. Of zoals uh, zij zelf denkt, Uldehaftig wie, wie heeft dan juist een wat Hollandsiger uitspraken ofzo um, ja en, en zij heeft het dan iets meer op zijn Duits aangepast, want ook in Duitsland kregen ze het uh, probleem of nou ja, kregen ze er in ieder geval mee te maken dat het vanuit uh, een centraal punt, uh, ja de media regelt weer. en dat was hoogduits. Duits ja, hoe is dan met reasons, maar zo ze zeggen, anders rond 1960, na 1960 is het mis vind ik Leuwen die vóór de tijd geboren zit, heb hebben nog oudere woorden en spreken bijvoorbeeld ook nog, als je op klankniveau kijkt, met een helderen L. He, zo'n leggen L, zo'n Duitse L. Wat een beeldbakken uh, Die wat van daarnaar nou zit, die heeft allemaal een donkere L. Ik ook. En uh, die gebruikt veel meer Nederlandse woorden. Maar die zingt bijvoorbeeld ook geen uldere woorden, maar die zingt oudere woorden. Uldere woorden, oudere woorden. Is dat nou slim? Aspraken verandert? Nou, dat kun je heel slim vinden, maar je hoort er helemaal niks aan. En over honderd jaar weer teleur, niet meer als. Dan leest ze dan, ja, dan die hele Facebook-commentaar aan en dan denk ik ze, hoe maakt die leuze zich dat druk in me? Samenleving, techniek veranderd, dus ook de waarde die je nodig hebt om die dingen te beschrijven. Ik heb dat verhaal van Adolfo Boek volgens mij al eens een keer verteld. Dan is mijn vroeg wat een haarspit was. En dat was dan voor hem de indicatie en door het konnen pellen of ik dan rood plat kon of niet. Nou, blik uit een haarspit een klein rijden wij om zijzen op te sliepen. Nou, ten eerste kom ik niet van de boer. En ten tweede gebroek nums nog naar zijzen in het ziet. Dat ga heel recht voor het bos mee eens vuur. Dus uh, al die vuur van boer En voor zijzen, die heb ik helemaal niet nodig. Die hoef ik niet te kennen. Logisch zou ik dat niet weten. Ik heb nooit meer te maken. Is mijn plat slechter? Nee, ik weet weer andere dingen. Een dokter heeft heel andere woorden nodig als een advocaat. Uh, ze zingt ook wel eens dat IJslanders nog net zo keihard als voor duizend jaar terug. He, de, het is bekend dat de IJslanders heel uh, beschermend zijn, over werden gesproken. En uh, met een beetje muiten schienen ze dan nog uh, oorlog geschriften uit 1200 en door vuur nog te kunnen lezen. Nou, eh. De meeste leuke uh, 18e-eeuwse Hollands aan die lezen. Laat <laughs> staan hoe 1200. Uh, soms die ze elkaar dan kunnen verstaan, als ze net met een type machine Ik denk het niet. Uh, dat zengt ze trouwens zelf voor, ik heb het even nodig lezen. Uh, de IJslanders van Noor, die hebben een hele andere cultuur en denkwijze. Uh, de, die die leukt gewoon als allerlei als. dus ook de waarde is ze gebroekt. Uh, wat ik wel mooi zou vinden, is als de sprake blijft met Gruin met de tit. Dat het bijvoorbeeld net als in het Isaanse woorden recycled wordt. He, de Je maakt bijvoorbeeld van e-mail een netbrief of liep Maar he, in die andere podcast, waar ik ook nog aan mee doe, de Watata podcast, uh, hoe het woord doen invoert. doen door de log komt, net als een e-mail, en ook boskopen kunnen overbrengen he, aan het puurtje. Um, een redelijk ingeburgerd, niet plat woord is. Nou, ja, niet. Ik kan uh, of vragen hoe niet of dat nog is, maar het is je drood voor een telefoon. Dat is een woord wat eigenlijk best wel normaal wordt gevonden. Moet niet lachen worden door. Ik had, ik had hem nog aan. Oké, okay. maar 12 uur, is dat soort woorden meer weet hem, dan moet je met dan iets anders gaan doen. Dan moet je alles anders gaan denken, overspraken. Nou, dat gaat lastig worden. Dat snap ik ook wel. Uh, maar ik zal het mooi vinden. Maar de jonge gasten gaan schoon om games en videospeeltjes allemaal niet waarin in plaats te verzinnen. En dan niet enkel kijken naar wat Hollands of het Hoogduits doet. Wat daar heel wel veilig niks mee te maken. Maar dat je gewoon helemaal wat eens verzint. Maar zo bijvoorbeeld maken van een console. Dat, dat, dat kniepenkastje waar je uw pupke bestuurt. Of uh, respawn of first person shooter of al die dingen. Uh, laat me weer in de onderschriften. Uh, of nog beter, Lord toe hemugen weer. En gewoon met me met aan de raak En ja, doelt er wat niets met. Poest het stof eens af en maakt er wat van. Dus uh, volgens mij zien we zo gang aan nemen. Um, ja, van een podcast aan, voor de rest weet ik het niet. Dat moet je zelf maar hoor. Maar om erop terug te komen. Spraakverandering, is dat slim? Nee. Je hoort er niks aan. Je uh, kunt roeddruk om maken. je kunt horen leren springen. Maar ja, dat verander je gewoon niet. En eigenlijk is het, nou ja, hoe in deze podcast de hoort, dat het eigenlijk iets is van alle tien en van alle stijls op de wereld. He, het Riesens van nu uh, is heel anders als het Riesens van 50 jaar terug. Is dat dan slechter? Nee, het is niet slechter. Het is meer aangepast aan decentier. Dat is nog een keer zo. Uh, de geschiedenis heeft eigenlijk veel invloed op gehad. Uh, ja. En uh, dan hoorde dat ook bij op. Hei aanmerkingen of ideeën voor deze podcast, voor de Weltspraken Podcast? Laat het me weer. Doop me de doeën, daarheen. Doop me de doeën op Weltspraken Dus W-E-A-R-L-D-S-P-R-O-A-K-E -e. at gmail.com. Leu, ik zal zingen Je voor vanzelf in een nieuwe podcast komen. Ik hoop dat u het nog En met je roodgeluid en gasten af van al dat nieuws wat ik u heb verteld. Uh, laat het me weer in de commentaar hieronder op YouTube of op, uh, Spotify of hoe het ook maar Of in de, uh, in de Gmail. Doe het me een doel. En voor de rest, goed gewoon.